Welkom bij Kerstival Zwolle. Helaas kunnen we op dit moment niet genieten van de horeca. Een goede reden om de horeca naar jou te brengen. Vandaag zijn we te gast bij Pampus, waar de band Guilty Pleasures speelt. Uw gastheren zijn Hans Stroeve, presentator Boudewijn Koops en nachtburgemeester Jeroen van Doornik. Ja, beste mensen, beste kijkers thuis. We zijn weer toe aan een nieuwe aflevering, nieuwe uitzending van Kerstival Online. En dat doen we op deze manier, want we kunnen natuurlijk niet die kroegen in, want de horeca zit dicht. En niet alleen met de horeca gaat het slecht natuurlijk, ook met de cultuur. Kijk maar naar deze drie knappe mannen. Het gaat met ons erg slecht, Boudewijn. Hoe gaat het, Joost? Slecht, slecht man. Nee, het gaat wel goed, alleen we hebben niet zoveel te doen. We zijn werkloos, corona-werklozen. En hoe heb je dat opgelost dan dit jaar? Tozo, hè, voor een deel. Dus in ieder geval de huur wel betaald, gelukkig. Dankjewel, Mark Rutte. En de zijne. En verder, ja, wel een beetje verveeld natuurlijk. We hebben afgelopen zomer nog het een en ander gespeeld. En nu is het seizoen weer voorbij en iedereen zit weer thuis. Dus ja, we doen gewoon niet zoveel. Dus blij dat jullie vandaag weer mochten spelen. Ja, erg blij. Even andere vragen. Want nu zijn jullie alle drie vrijgezel, hè, geloof ik. Dan ben ik even benieuwd, hoe brengen jullie dan de kerst door? Bij mijn ouders thuis, denk ik. Echt waar, jongen? Ja. En wordt er nog gedate? Nee, niet met kerst in ieder geval. Nee, ik weet niet. Andere jongens, jullie Wat doen jullie plannen? Met kerst, Christophe? Wat doe je met kerst? Ja, ik ga denk ik gewoon met mijn vader en mijn zus gewoon bij elkaar komen. En date niet echt, weet je wel. Dus ja, gewoon lekker eten en bij je familie zijn. Niet daten, maar eten. Jij dan, Cedric? Niet daten, maar eten. Ja, hetzelfde. Ja? Bij mijn ouders thuis, ik heb het al gepland. Verder niks. Ja, je weet maar nooit wat... Nee, maar ik denk het niet. Goed. Cedric, nou, weet het nog niet zeker. Die gaat misschien wel daten. Top man, we weten genoeg. Bedankt voor dit dipte-interview. We laten ze maar doen waar ze het allerbest in zijn. Dat is namelijk muziek maken. Hier zijn de Guilty Pleasures. Wat is het eerste nummer? Multiply waarschijnlijk. Ik weet het zelf ook nog niet. We gaan het zien, jongens. Voor de mensen thuis, Jamie Lydell. Hier zijn de Guilty Pleasures. Dank u wel. Those kicks for free, but now I'm towing the line. This ain't a way to be stuck between my shadow and me. Could have been the sun or shine, although I tell you that I'm doing fine. Oh, I'm so tired over beating myself up. Gonna take a trip and trouble. Love is just a shackle I see. It's coming out of my mind. This ain't a way to be stuck between my shadow and me. Sun's going down, it's getting doggy in here. Still folks say I got nothing to fear. I'm so tired over beating myself. Yeah.
Ja, Boude Wijn. We zijn nu bij het wijnhuis aangekomen. En ik zie hier een heleboel flessen wijn staan. Ook niet weinig trouwens. Wat zijn jullie op het moment allemaal aan het doen eigenlijk? We zijn vooral veel wijn aan het verkopen, zoals je ziet. Ja. Nee, we hebben de zaak een beetje omgetoverd naar een wijnwinkel. Om toch iedereen een beetje het gevoel van het wijnhuis terug te kunnen halen. Dus ja. Zodat ze de wijnen die wij normaal altijd schenken, zodat ze die mee naar huis kunnen nemen en dan toch nog een beetje aan ons kunnen denken. Ja. Maar niet alleen de wijnen van de kaart, we hebben ook de hele kelder leeggehaald en allerlei hele speciale wijnen die er al jaren liggen, hebben we ook tevoorschijn gehaald. De meeste mensen die komen dan wel even stiekem kijken voor wat speciaals voor kerst, omdat ze toch wel verwachten dat dat ook helaas niet hier kan. Dus daar zijn we eigenlijk heel druk mee en we zijn ook toch nog wel bezig met wat met wat schilderen, met wat verven, wat opknappen. We hebben ook de eerste lockdown al gedaan, maar we hebben zo'n grote zaak dat we helaas ook de tweede ronde nog wel tijd hadden om het een en ander aan te pakken. Dus we krijgen in 2021 een glimmende, gloednieuwe wijnhuis 2.0. Ja, ja. We zitten hier in een behoorlijk kerstige setting, valt mij op. Ja, dat klopt. Ja. Je moet er toch wat leuks van maken in deze tijd, hè? Ja. Ja, dus dat hebben we dan maar op deze manier gedaan. Ja. Ja, dus... Een leeg restaurant met lege tafels, hè? Dat is ook niet wat. Nee. Dus hoe is de beleving verder, privé? Ja, we zijn gezond. Dat is belangrijk. Ja, en natuurlijk. Thuis is iedereen gezond. En een keer getest, maar dat is alweer te lang geleden. Maar goed. We gaan nog door. En... We gaan nog door. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, ja? Ja. Ja, goed. Nou ja, naar de omstandigheden dat we... Zoals we hier nu zitten, het einde van het jaar nadert. Normaal gesproken is dit de drukste tijd van het jaar en is het feest in de zaak. En nu ben je met andere dingen bezig en ben je aan het nadenken over wat er verder mogelijk is. Hè, wat je kan gaan doen en wat de kerst wat eraan komt. Hoe is die? Goed. Ja, we leven nog en we gaan het redden, dus dat is mooi. Ja. We hebben mooie initiatieven en kerst komt eraan. Ja. Alice. Jeroen. Hoe gaat ie met je? Goed. Ja? Ja, met jou. Ja, hartstikke goed. Oh, fijn. Ja. Kom je de tijd een beetje door? Ja, ik kom de tijd heel goed door. Ik vermaak me prima, want ik ben nou een ronde aan het doen langs alle horeca. Dennis. Ja, hoe gaat het? Het gaat goed. Vertel. Nou. Het is 2020 is toch het jaar van mijn leven, moet ik zeggen. Nee, maar alle gekken. Nee, het gaat best goed. Hoe gaat het? Het is wel een lastige tijd natuurlijk. We hebben liever gewoon gasten over de vloer. Maar zoals je ziet, toch de bierwinkel ingericht. We doen wat dingen anders dan anders. Wat eten bezorgen, wat afhalen. Vanaf vandaag kerstbomen verkopen met bierpakketten erbij. Dus heel anders dan anders. Maar op zich gaat het goed. Ik ben zelf door het ergste heen. Ik vind het allemaal niet leuk en ik vind er wat van en het klopt niet en al die dingen. Maar de blik is wel gewoon weer op vooruit, want gaan zitten sippen, dat heeft geen zin. Nee. Ja, we staan hier buiten bij Café Koos. Yes. En waarom staan we eigenlijk buiten? Nou, omdat het hier één grote bouwput is. Ja. Wij hebben bedacht, we gaan verbouwen. Ja, we gaan er wat moois van maken. We moeten nu toch dicht. Ja. Ik wil het eigenlijk over 2 jaar doen. Eerst even een beetje sparen, want zo lang heb ik de kroeg nog niet. Nee. Maar nu dacht ik, dan maar nu. Dus alles wordt een andere kleur en er komt een 70s zitkamer. En we gaan allemaal leuke dingen doen. Hoe gaat ie? Goed! Ja, hartstikke goed. We hebben net de tv al binnengekregen, dus dan gaat het goed. De tegemoetkoming vaste lasten die tegenwoordig is bedacht door de overheid. Om armzalige horecabedrijven zoals ons te ondersteunen en dat is gelukt. Dat was meer waarop we gehoopt hadden en we zijn nog bezig met een nieuwe winkel weer te openen. We hebben net 2 weken geleden een andere geopend natuurlijk. Ja. Ideana's, Grieks, streetfood. Dit zag er wel niet aankomen dat het Grieks was. Nee. Maar loopt het naar wens? Nee, het gaat allemaal hartstikke goed. Dit soort tijden nodigen natuurlijk ook uit om jezelf een beetje opnieuw uit te vinden. En je bedrijf en je mensen. En je merkt wel dat het werkt. Creatief. Ja. Mannen, hoe gaat het? Kut. Ja. Laten we daarmee beginnen. Take 2. Mag ik niet zeggen, denk ik. Nu wel, vertel. Ik hoef niks uit te leggen, toch? Nee. Wij zijn, kijk om je heen, de verwarming staat uit. De krukken zijn weg bij de bar, het is rustig.
so it'd be nice if I could touch your body. You know not everybody's got a body like you, and I gotta think twice before I give my heart away. 'Cause I know all the games you play, because I play them too. Ooh, but I need some time off from that emotion, the time to pick my heart up off the floor. Ooh, baby, when love comes down with that devotion, well, I need a strong man, baby, but I'll wait for something more, 'cause I gotta have faith. Well, I gotta have faith, because I gotta have a faith, baby. I gotta have faith, faith, faith. Ooh, baby, I know you're asking me to stay. Say please, please, please don't go away, because you're giving me the blues on. De signalen zijn helaas heel negatief. Hè? Wat we net ook weer bericht hebben, dat er toch misschien toch de sluiting tot januari doorgaat. Ja, dat is echt wel spannend en afwachten. Ja, wij hebben plannen voor kerst om afhaal te gaan doen. Dat doen we de afgelopen jaren deden. Want eigenlijk naast ons kerst nu eigenlijk altijd. Want kerst is voor Pampers echt wel een heel groot ding altijd. We doen ook 4 lichtingen en die zitten ook alle 4 altijd vol. En nu is dat dus, wordt dat anders en dat moeten we dus even een invulling geven. We zijn eigenlijk aan het wachten van wat gaat er gebeuren, wat mogen, wat kunnen we. We kunnen niet allebei helemaal maximaal doen. Nee. Dus je zal daar keuzes in moeten maken en dat is nu even afwachten. Wat houdt jullie bezig met kerst? Hoe ziet jullie kerst eruit dit jaar? We zijn toevallig vorige week bezig geweest met de keuken. Hartstikke leuk trouwens. Want wij gaan kerstmenu's samenstellen, zeg maar keuze uit een paar menu's die je dus thuis kunt afmaken met de kerst. Dus ook een beetje interactie, dat je zelf ook een beetje actief bent in de keuken. Wij maken alles klaar, bereiden alles voor. Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is de gerechtjes leuk te warm maken en dan dus leuk op een bord te leggen. Ja, ja. Maar de kerst zelf, hoe ziet het er voor jou? Dat ziet er ook compleet anders uit. Ja, ja, daarom. Dus ik heel wisselend. Ik werk vanaf mijn 15e in de horeca, dus ik ben nog nooit een kerst thuis geweest. Dus ik had ook wel zoiets, we zeiden van nou, we gaan er wel bezorging doen. Maar dan zeiden we ook wel zo van nou, dan wordt het de 24e afhalen. En dan wil ik dan ook wel een keer kerst echt van thuis zijn of zo met de kinderen. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dus, Schilderen? Okay. Nee, ja, ik weet het nog niet. Misschien dat we kijken of we met vrienden iets kunnen doen. Maar het is natuurlijk allemaal een beetje behelpen met hoeveel mensen en waar je wel of niet heen mag. Ja. Dus daar zijn we nog een beetje naar aan het kijken. Maar echt grootse plannen zullen het niet worden. Nee. Hoe onze kerst eruit ziet, ja, dat weten we eigenlijk nog niet. We hebben nog niks gepland. Nee. Maar ik denk gezellig met familie. En dan even kijken met hoeveel mensen. Jos, ik ken jou van de vele speciale bieren, de mooie verhalen bij de speciale bieren, de prachtige kelder met verhalen. Het is altijd bij jou een en al beleving. Hoe is jouw beleving op het moment? Nou, het is wel een beetje saai natuurlijk. Het is niet leuk. Nee. Ik kan mijn werk niet doen als gast hier, maar we proberen er wel het beste van te maken.
Waar we heel druk mee zijn is voor onze vaste gasten maken we één keer in de week een bierpakket. Speciaal bierpakket uiteraard. Aanstaande vrijdag gaan we ook iets heel leuks doen. We gaan namelijk een licht erotische café de gezelligheidskalender maken. Waar al ons personeel en ikzelf in uitdagende poses met de focus op bier op de markt te zetten. Dus dat is over 2 weken is dat klaar en dat is in de verkoop. Voor de kijkers thuis zal die dan al te koop zijn. Dus, ja, dan is hij te koop. Je kan ook even kijken op onze webshop van Café de Gezelligheid. Heel makkelijk te vinden. Ja, en voor de rest zijn we een beetje aan het poetsen en aan het schoonmaken en kijken hoe we ons hoofd boven water houden. Ja. Is niet leuk, maar proberen te blijven lachen. Ja. En zijn er op dit moment andere dingen wat je onderneemt? Ja. Ja. We hebben in coronatijd vegetariër opgestart. Kijk, ik ben vegetariër, dus dat spreekt me wel aan. Ja, nou, vegetarisch streetfood bezorgen we. En dan moet je echt denken aan de kapsalon, de hotdog, de hamburgers, maar dan vegetarisch of veganistisch. En je proeft het verschil niet, hè, voor de carnivoren. Nee. Dus, ja. Ja. Dus ja, dan verzin je wat, hè. Dus dan hebben we het volgende actie bedacht. We noemen dit nu ook wel een petloket. Dus je kunt met je lege petfles kun je hier naartoe komen, laten vullen aan de taps. Het idee was natuurlijk om, die fusten zijn allemaal aangeslagen. En die kun je misschien wel mooi zien hieronder, staan nog een paar fusten. Ja, die moeten leeg, op een gegeven moment bederft dat natuurlijk. En loopt een beetje. En dat gaat eigenlijk hartstikke leuk. Ja, steeds meer mensen die weten dat te vinden. We hebben de rest hier omgebouwd tot shop. Dus hier kun je ook wat flesjes meenemen. Ja, zo verzin je wat, hè. Probeer je wat te doen. Het ziet er mooi uit. Wil je iets vertellen over waar je mee bezig bent? Of wat je bezighoudt? Op zich ben ik wel bezig met iets meer thuis opruimen, schoonmaken, huisvrouw spelen, taarten bakken. En in het winkeltje bedenken we ook elke keer weer iets nieuws. Dus we hebben onze eigen spreuken gebracht voor op tegeltjes te zetten en waarvan we hebben wel een avondje een borreltje erbij gedronken, dus we moeten er maar wat van maken. Dat maakt het extra leuk, ja. Ja, en die hebben we dan echt, die vond ik wel moeilijk. Die komt meer van Willem bovenop. Welke? Ik ben nog nooit failliet gegaan, ik denk dat ik het wel kan. Ah, dat doet me denken aan Pippi Langkous. Ja, ik heb het nog nooit gedaan. Van, daar is die ook van. Ja. Okay. Maar in deze tijd is deze wel toepasselijk. En ja. Ja, ik hou wel. Ik denk dat we een beetje zelfsport erin moeten houden en een beetje donkere humor in de donkere dagen. Dat is inderdaad wel heel belangrijk. Ja. Soms lijkt het alsof het even niet het moment ervoor is, maar ik denk dat het altijd het moment is voor humor. En dat humor. Als de humor weg is, dan wordt het wel een lastig verhaal deze tijd. Ja, oké. Okay. Rolf. Ja. We zitten hier in Dogtails. Klopt. In een beetje kerstige setting. Chesterfield, kerstboompje erbij. Maar toch is het hem niet helemaal. Nee, ik had liever met deze kerst in vooruitzicht er anders voor gezet. Ja, ja. Ja, klopt. En wat ga je dan doen met kerst? We zijn natuurlijk leuk bezig met met thuisbezorgd, met Uber, met alle mooie platforms. Precies. Er zijn nog wat cocktailboxjes in de maak voor de kerst. Hotdogboxen ook, dus dan kun je thuis je eigen hotdogs maken. Bouwen. Misschien niet heel interessant voor het kerstdiner, maar wel voor de tweede kerstdag als je net even niks te doen hebt. Dat mag, tegenwoordig mag dat toch wel? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. In plaats van de standaard, wat is het, haas of... Dus er is een kerstdog? Er is... Ik heb nog niet helemaal een officiële Christmas dog in de planning. Maar daar kunnen we helemaal wat moois in. Ja. We hebben vorig jaar, het jaar daarvoor, wel wat gedaan met zuurkool, met cranberries en met spekjes en dat soort dingen. Dus we kunnen, met de hotdogs kun je sowieso heel veel kanten. Ja. Ja. En met cocktails ook? Met cocktails zeker. En de plannen voor de toekomst, hoe zie je dat nu? Nou, wel positief. We zijn bezig met alles klaar te maken, alle processen door te nemen, te kijken naar hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk werken. En dan zijn we gewoon in het nieuwe jaar weer klaar voor. Dan, zodra de deur van het slot mag, dan gaan we ervoor.
ben niet zo'n held van mezelf, maar ik heb een superwoman bij me. En alle mannen staan stil, wat ze met die jongen, ik zie ze kijken. Ik weet ook niet wat het is, nee, zo'n meisje zou hebben zo'n gezicht. Zo'n goede vriend omdat ze altijd pijn is. Het is goed, want ik heb geluk met mijn ogen weer. Ik zou al willen doof zijn, nee, niet goed bij mijn hoofd zijn. Niet alles op een rijtje. Als ik niet zag wat ik hier voor me had. Want zij is alles, 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 alles in één. Zo van top tot teen. Het doet me weinig of niks als andere gasten naar de kijken. Gasten naar de kijken. Dus laat de ogen maar rollen, jongens, kom op. Want deze is de mijne. Ik weet ook niet hoe het komt, ze is zo lekker, het is bijna niet gezond. En zelfs een nou rood lekker over de tong. Ik weet niet hoe, maar ze laat me stralen als de zon. De zon, zon. Zou in een oceaan. Zijn hier alles op een rijtje. Als ik niet zag, dan ik hier van me. Want zij is alles, alles is alles, alles in één. En de Brains, live hier vanaf Pampus dus. En nou ja, alle mensen, alle 6 mensen hier aanwezig waren aan het dansen. En ik hoop u thuis ook. En dan gaan wij nu even kijken waar de Beauty and the Brains van Zwolle zijn. Als in, waar zijn Hans en Jeroen? Kijkt u maar mee. Ik heb nog één ding. En dat is de positieve draai. En dan vraag jij je af, wat is de positieve draai? En dan ga ik je vertellen. Kijk. Want dit is de positieve draai. Je kent hem van Pimpampet. Ik draai eraan. Er komt een letter tevoorschijn. Ja. Had je niet verwacht, hè? Dat had ik zeker niet verwacht. Nee, maar... Er komt een letter en dan ben ik benieuwd wat er dan in je opkomt. Eerst dus niet te lang over nadenken. De letter E. E. Nou, we gaan erg gezellig maken volgend jaar. Erg gezellig. Dat vind ik een goeie. Er komt een letter komt er tevoorschijn, want het komt van Pimpampet. Je mag noemen wat je wil, het eerste wat er in je opkomt. De letter K. Kolman, dat is mijn achternaam. Ik vind het, beter kan hij niet. Kijk. Deze groene vliegende schotel, ken je misschien van Pimpampet. Ja. Er komt een letter, de eerste letter die of het eerste wat er in je opkomt, daar wil ik het woord van. Okay. Maakt niet uit wat. Okay. De letter E. Zo. Ja, ergens stond een heel mooi plekje. En dat was dit plekje. Dus onontdekt plekje voor een schitterende wijnbar. Dit is bijna poëtisch. Nou, ergens. Nou. Of, ja, 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 ja. Ik ga hier aan draaien. Ja. De eerste letter die er komt, een woord of een anekdote of wat dan ook, wat er in je opkomt, daar ben ik benieuwd naar. Oké. Okay. Niet te lang over nadenken. Oké. Okay. De letter A. A.
Van de, en dan denk ik gewoon, we mogen geen alcohol meer drinken. Oh, ja, oké. Okay. Ja, mag dat niet meer? Dat is niet positief. Mogen wel, maar niet naar 8 uur 's avonds, hè? Ik dacht een afhaal. Afhaal, ja. Ja, dat kwam dan weer niet in mij op. Nee. Ik draai eraan. Komt een letter voor, ben ik benieuwd wat er in jou opkomt. Dat is goed. De letter... Ja, weer de A. Dat gaan we niet doen. De letter E. De letter E. Poeh, wat komt er dan in mij op? Elke, dat is de naam van mijn jongste dochter. En daar gaat het gelukkig ook heel goed mee. Goed om te horen. Ik moet wel zeggen, de letter A en de E wordt heel vaak gedraaid. Okay. Dus als het een A of een E is, dan draai ik nog een keer. En, maar wat is dan gewoon het eerste woord? Wat maakt niet uit. Mag met kerst? Dus, ja. Gewoon een woord? Maakt niet uit. Oké, dan gaan we. Anekdote. Het mag ook een heel verhaal zijn. Ja, mag ook. Oh, ja. Nee. Ja. Ja. Hier komt de draai. Ja. De letter M. Ja, tuurlijk, muziek. Muziek, want ik vind dat was het eerste waar ik aan moest denken. Ja, dat is, dat is zeker waar. Als ik aan Koos denk, dan denk ik aan muziek en aan gezelligheid. Ja, nou dat is helemaal waar. De muziek die komt terug. Moeten we maar een beetje blijven zingen met elkaar deze kerst. Ja, goed idee. Oké, okay, wat er in je opkomt maakt niet uit. Okay. Een anekdote of een wens. Er komt hier vanzelf een letter. D. Doorgaan. Kijk, doorgaan. Ja, doorgaan. Ja, we zijn, wat ik zeg, we zijn 30 jaar, ze bestaan we. En ik heb we plakken er gewoon 30 jaar aan vast. En Pampers is een begrip, jullie lagen al voor Pampers vandaag. Ja, ja. en er zullen er nog heel veel voor Pampers gaan. Ja, ja. Dus, te gek. Dat is de insteek. Je zei, dan we gaan geen spelletje doen. Nee, we gaan geen spelletje doen. Okay. We gaan geen spelletje doen. Dat is alleen, dit is alleen een hulpmiddel. Want ik ga hier aan draaien, komt een letter, logisch. En van die letter ben ik benieuwd naar het eerste wat in jullie opkomt. Dus van jou en van jou. Ja, okay. Ja? Niet te lang over nadenken. Ik hoop dat er een K komt. Oké. Okay. De letter W. Warmte. Nou, dat warmte. Nou. Ik had ook warmte. Ook warmte. Ja. Oké, okay, nou dat mag het dubbel. Mag even, het dubbel? Even de jury. Ja. Ja, ja. Nou, we rekenen het warmte, goed. Warmte, ja. Te gek, dankjewel. Geen C geven dan. Nee, de letter P. Perfect. Sowieso. Perfect. Het wordt een perfect jaar. Het wordt een perfect jaar. Ja. Daar gaan we voor. Oh, I'm so caught up in my job, I didn't see what's going on.
I never liked to admit that I was wrong. Why am I so caught up in my job? I didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Oh baby, you should go and love yourself. Oh baby, you should go and love yourself. Yes, Justin Bieber, love yourself. En dat moet u ook vooral doen. Vooral heel erg van uzelf houden. Want dat is de enige optie met deze kerst. Want u mag eigenlijk niemand zien. Wie we wel gaan zien, is onze nachtburgemeester. Die met de kleinste kerstboom van heel Zwolle, van ondernemer naar ondernemer gaat. Kijkt u mee, waar is Jeroen? Wat zijn uw verwachtingen voor straks? Als de boel weer open gaat. Ja. Of wanneer het weer open gaat. Wanneer het weer open gaat. Nou, die laatste blijft nog een beetje wat onduidelijk. We hopen ZSM. Wat zijn onze verwachtingen erbij? Ik verwacht dit jaar niet meer. Hopelijk begin januari. En dan zal ongetwijfeld wel weer met max 30 mensen binnen, 1,5 meter afstand, mondkapjes, dat even vanaf. Ja. En dan langzaam weer open. Maar ik durf eigenlijk niet te hopen op dit jaar nog... Nog iets? Nee. 2021. We zien het toch wel eigenlijk een beetje als een nieuwe kans. We hebben zowel de eerste lockdown als nu hebben we echt het hele bedrijf omgespit. Niet alleen dus de binnenkant hebben we geverfd, maar we hebben ook echt wel de tijd aangepakt om eens goed te kijken wat we nou willen met het bedrijf als we straks open zijn. Waar we voor willen staan en wat we de mensen willen bieden. En ik denk dat we dan inderdaad wel symbolisch het nieuwe jaar aan gaan pakken om daar iets aan te gaan doen. En om echt, om echt ons beste beentje voor te zetten en een heel nieuw wijnhuis te laten zien. Nou ja, ik zie in alle opzichten zie ik wel een positief beeld. Het is natuurlijk heel jammer. Kijk, als je nu nachthoreca hebt, dan wordt het echt heel lastig. Hè? Zoals Dennis Kaartman en andere collega's in de Voortstraat en zo. Dat is gewoon heel lastig. Maar ik vind het wel verbazingwekkend om te zien hoe hij dat bijvoorbeeld oppakt met de vegetariër. Dat hij gewoon even een heel nieuw restaurantconcept opstart. En 2021 zie ik echt wel positief voor. Ik denk wel dat er nog meer een uitschudding gaat plaatsvinden van kleine zaken die het gewoon niet gaan redden. Omdat je ziet dat die schulden zich nu opstapelen en dat is eigenlijk een landelijk beeld natuurlijk. Maar ik zie het voor ons heel positief in. Wij hebben ook een man of 20 nu op de reservebank zitten. Die hebben we moeten laten gaan. Maar zodra we weer open kunnen, komen die ook weer allemaal in dienst. En zoals ik al zei, volgend jaar wellicht een nieuwe winkel, daar zijn we mee bezig. En een fantastisch concept waar we mee bezig zijn op de Rode Torenplein in 2022, na het Stadstrand. Zo'n kleine primeur denk ik, dat weet nog niemand, maar zijn we heel leuk bezig om daar een soort foodhallen neer te zetten in de zomer. Nou, gewoon een tijdelijk iets net als de... Met verschillende keukens, bijvoorbeeld Cucaracha is er aangemeld, Johnny en Therese met de satébar die gaan meedoen. En dan wij met één of twee concepten en dat ga ik samen met Dennis Kaartman doen. Dus dat wordt, tenminste, we gaan daar een plan voor schrijven en dat wordt iets heel leuks. Klinkt goed. Ja, hartstikke leuk. Wat is jouw stip op de horizon voor 2021? Hoe ziet Oak er dan uit? Ik denk dat als we hier uitkomen, dan komen we ook echt sterker uit. Wat ik zei, we hebben een hele zakelijke tak kunnen en mogen oprichten. Een wijnver georganiseerd. Ja. Die komt ook volgend jaar weer terug. Dus daar gaan we eigenlijk denk ik in december, januari alweer aandacht aan geven. Dus zo blijven we gewoon doorgaan. Eigenlijk de dingen die we doen, gaan we nog beter doen. En, gaan we gewoon verder uitwerken. Ja. Dus ik kan niet wachten tot 15 maart. Hè? Dat is eigenlijk de stip op de horizon toen we dicht gingen. We gingen dicht met 14 graden. Nou, als het dat weer is, dan zetten we het terrasje met alle liefde uit. En dan zijn we er. En dan gaat de vlag uit. Trekken we de champagne open en dan... Dan ben ik erbij. Dan is het klaar. Ja, dan ben ik erbij. Goed, geregeld. Ja. Wat is jouw toekomstwens voor de horeca en voor jezelf? Wat is jouw kerstwens voor dit jaar?
Ondanks dat het natuurlijk een beetje als we met de kerst wat kunnen. Kijk, wij gaan ook als Hoflied Villa gaan we cateren, dan wel af laten halen, dan wel onze al bestaande reserveringen gaan we wel zodanig faciliteren. Zo nodig brengen we het en zo nodig komen we ook nog even aan huis die laatste zet geven. Ik hoop dat we met heel veel collega's er toch nog wel iets moois van kunnen maken. Ja. Dus maar hopen, dat je moet het proberen te benoemen en zeggen van oké, laten we ons beste voor doen. Alleen de rek is te langzamerhand wel uit. Ja. En dat merk ik ook bij veel van mijn collega's, van dan moeten we nu wel een hele lange adem hebben. Ja. En ik ga niet schoppen tegen onze overheid aan, maar dat perspectief geef alsjeblieft. En ik hoop dat we het nog even kunnen volhouden, maar... Dat hoop ik ook. Een lastige. Van harte. Ja. Een lastige. Ja. Ja. Dus onze kerstwens, mijn kerstwens is van dat we nog allemaal aan de andere kant van het nieuwe jaar weer heel uit kunnen komen. Dat hoop ik ook, ja. Ja. Wat is jouw kerstwens voor 2021? De kerstwens? Nee, voor 2020 ja. Dus. Oh ja, oké. Okay. Denk ik? Ja. Of ja. Voor dit jaar? Of wens voor de toekomst? Wat denk je? Ja, dat de boel weer open gaat. Natuurlijk. En dat we lekker weer met de armen en benen eruit en op het terras. Ja, en dat het weer wordt zoals het ooit was. En dat we weer ongecontroleerd mogen zingen. Ja, dat, eigenlijk het meeste mis ik de verhalen van mensen om me heen die naar een festival zijn geweest. Die gaven mij energie, ik ging er zelf niet naartoe. Eigenlijk theater ging ook niet zo heel vaak heen, maar mensen die naar het theater waren geweest, die hier binnenkwamen met die energie. En daar, die gaven dat door op mij. Ja. Dat, ik denk dat muziek wel een groot offer is, wat we allemaal een beetje missen. Want als ik in de auto zit en ik luister naar Veronica, dan is het net of ik in een discotheek zit. Zo fijn kan je daarbij wegdromen. Ja. Stel je voor dat we dat weer live mogen horen. Bij Focus kan dat ook heel goed, heb ik gehoord. Ga ik dat ook eens doen. Ja. Wat is jouw toekomstwens? Kijk, het is wel een beetje een inkoppertje waar we natuurlijk met z'n allen op hopen. Maar is er nog een andere kerstwens of een boodschap voor het volgende jaar? Ja, naast World Peace? Ja, World Peace. Die hadden we nog niet gehoord. Ja. Ja. Ik hoop dat wij gewoon over een half jaar weer terug kunnen naar normaal. En dat ook de collega's, de collega-ondernemers, waar we in deze stad jaren mee met elkaar die stad gemaakt hebben, er ook gewoon allemaal nog zijn ook allemaal de kop weer vooruit hebben. Dat hoop ik. Ik hoop dat we weer in ieder geval mooi weer krijgen en dat we een fantastisch zomerseizoen tegemoet gaan. Ja. Een heel mooi voorjaar. En dan hopelijk mogen we weer volop mensen ontvangen. Ja, precies. Kerstwens. De standaard vrede, liefde en gezondheid voor iedereen voor het komende jaar, denk ik. En zo snel mogelijk weer opening. Dat lijkt me sowieso, absoluut. Ja, hoe ik het liefst zie, gewoon zo eigenlijk zoals we al zijn, dat we een hele cacophonie aan gasten hebben. En dat die vooral blijven komen. Dus de oud, jong, alternatief, heel divers publiek. En ik hoop dat dat zo blijft, want dat is het leukste aan Koos. Hoop ik ook. Dan heb ik nog een positieve kerstwens voor de gasten en voor de kijkers van ons. We hebben zeker een positieve kerstwens. een positieve kerstwens. Maak er allemaal wel moois van met elkaar. En, blijf gezond, hou je aan de regels natuurlijk. En hopelijk komt iedereen snel weer een biertje drinken. Kan dat ook weer. En dan zit de zaak hier weer gezellig vol met een achtneming van de regels. Ja. Daar gaan we voor. Dat is wat we wensen. We wensen inderdaad, ja. Ja. Maar in 2020, wat gaan we dan zien van DocTales? In 2020 gaan we weer... 21. Of 2021 inderdaad. Ja, gaat hard. Ja, ik hoop in 2020 nog, maar... Ja, dat moeten we dan even zien. 2021 sowieso, we gaan er weer helemaal voor. Ik denk dat 2021 het jaar dubbel in de was terugkomt, zeg maar. Misschien nog wel twee keer zo goed dan dat het begon in dit jaar. Ja. Ja. Dus ik denk dat het heel tof gaat worden. Ja. Ja. Een kerstwens, hè, dat we de mooiste binnenstad van Nederland worden. Hè, de kerstwens. Kerstwens natuurlijk dat we
iedereen lief hebben. Hè? Ja, ja. Wij elkaar weer net iets meer dan vorig jaar. Ja. En nou, dan kan jij ook aansluiten. Ja. Het is niet per se een kerstwens, maar ik wil iedereen meegeven dat het pas crisis is als de wijn op is. En zo is het. Dankjewel. En ondanks alles wens ik iedereen een fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. En dat we dit maar allemaal maar snel achter ons mogen laten. Joost, als je mocht kiezen, Driving Home for Christmas, als je naar iemand toe mocht rijden, nu het mocht gewoon, naar wie zou jij gaan? Oh, naar iemand? Ja? I don't know. Ik heb mijn goede vrienden van de muziek al bij me natuurlijk. Dus ik zou, denk ik, met de jongens zou ik ergens heen rijden. Ergens een gezellig, warm land, waar het niet 3 graden is. Nou, dat snap ik. Dat zou ik ook doen. Hey, Cedric, voor de mensen thuis. Nog kersttips? Goeie vraag. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik zou niet weten wat je nog kan doen, weet je wel. Ja, behalve mensen opzoeken op 1,5 meter. Ik zou dat vooral doen. Zoveel mogelijk mensen legaal uitnodigen en met hun een hapje eten. En niet daten, maar... Eten. Precies, dat is de tip. Juist. En voor jou, Joost? Same, denk ik. Ik ga lekker naar mijn ouders. Ik raad iedereen aan hetzelfde te doen. Zoek een beetje de gezelligheid dichtbij, of zo. En maak er wat van. En jij, Christopher, wat gaat doen met kerst? Ja, ik zou gewoon lekker het heel gezellig maken thuis. Niet misschien alleen voor jezelf, maar ook voor een ander als het kan. Dus lekker met elkaar genieten. Kijk eens, wat zijn er toch lieve jongens. Wij hopen dat u het leuk vond. En dat was het einde van deze uitzending. En geef ze thuis vanaf de bank nog even een keihard applaus. De Guilty Pleasures! We zijn alweer aan het einde van de derde kerstival-aflevering op RTV Focus. Aankomende zaterdag zijn we weer te gast bij horecaondernemers en speelt er een band bij Sally O'Brien's. Tot dan! It's been a hard...